Elk jaar wordt op 21 juni de Internationale Wereld Yoga Dag herdacht. Het 's Lands Hospitaal heeft op deze speciale dag een yoga workshop georganiseerd voor het personeel. De initiatiefnemers waren Karen Gokul en medisch directeur Sunita Nanan Pandey. Beiden zijn van mening dat wij in een moeilijke tijd leven. Yoga kan hierin een balans brengen. Volgens Nanan Pandey wordt er binnen de zorg ook onder een bepaald tempo en een bepaalde druk gewerkt. Dit brengt heel veel stress met zich mee. Ze zegt dat yoga het antwoord daarop is, omdat het ontstressend werkt. Het leek ons een goed moment om deze activiteit vandaag te ontplooien voor het personeel van 's Lands Hospitaal. Waarom is deze activiteit eigenlijk georganiseerd? Nou, het is op initiatief van onze psycholoog, Karen Gokul. En hij had eigenlijk op het oog een beetje ontstressend bezig te zijn met het personeel. Omdat u weet, het zijn moeilijke tijden. En binnen de zorg heb je altijd heel veel stress. En yoga is toch wel wereldwijd bewezen dat het kan helpen om de mensen te laten ontspannen en te ontstressen. In een drukke wereld, een wereld van spanning en stress. Ook op de werkvloer, maar ook thuis. En de gehele omgeving. Wat wilt u eigenlijk met deze activiteit bereiken? Nou, in de eerste plaats het doen van die yoga oefeningen zal de mensen die meedoen natuurlijk helpen ontstressen en een ander gevoel laten ervaren. Maar ik zie dus dat we nu bij binnenkomst dat het ook een beetje een soort saamhorigheidsgevoel geeft. Een beetje teamgevoel van hey, hoe gaat het met jou, hoe gaat het met jou. Misschien zie je elkaar gewoon even op de werkvloer, maar in zo'n andere setting is het wel leuk om elkaar zo te ontmoeten. Volgens Nanan Pandey waren alle werknemers van de ziekeninrichting voor de workshop uitgenodigd. De yogaleraar Esther Uditram zegt dat yoga gemaakt is voor een gezonde samenleving. Tijdens deze workshop is er aandacht besteed aan de Hatha Yoga, dat we allemaal kennen als de rek- en strekoefeningen. Oefenen, maar het is makkelijk gezegd yoga beoefenen. Is eigenlijk als we in Suriname beginnen, is het eigenlijk gemaakt voor een gezonde samenleving. En internationaal willen we gezonde mensen hebben. En wat houdt yoga eigenlijk in? Zo, dat is een spannende vraag. Want wat we vandaag gaan doen is Hatha Yoga. Dat zijn dat wat we allemaal kennen, de rek- en strekoefeningen. Maar yoga op zich is heel breed, of breder dan wat we vandaag gaan doen. Het werkt niet alleen op het fysiek lichaam wat we vandaag gaan doen, rekken, strekken, de armen, de benen. Het werkt ook op je gedachtegang, het werkt ook op je ademhaling. Vandaar dat mensen heel makkelijk zeggen, yoga is body, breath, mind. Is het lichaam, de ademhaling en onze gedachtegang. Uditram hoopt dat deze yoga-oefeningen de mensen de nodige ontspanning heeft gebracht, waardoor zij ontstrest hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.